Bij Renbaan Duindicht op de Waalsdorperlaan is de lokale burgemeester Hubert Schokker aanwezig. Hij reikt vandaag de Wassenaarse Pauw uit aan de winnaar van de ren om de Wassenaarse Pauw. Zeg Kees, is die zwaar die prijs? Kun je wel stellen, ja, want ik sta te trillen met mijn rechterhand. Dus ik ga het even overpakken in mijn links en dan zet ik mijn zonnebril af. Dat vind ik altijd netter voor de beelden. En wat doet u hier? Wat is uw rol? Ik ben eindverantwoordelijk voor het hele programma van de paarden. Zowel de draf als de rennen. Vanuit de Stichting Nederlandse Draf en Rensport. En vandaag is de ren om de Wassenaarse Pauw? Correct. En daar is de lokale burgemeester van Wassenaar voor aanwezig om deze prijs uit te reiken. Een geweldig moment altijd. En is de winnaar al bekend? Ja, dat is de nummer 8. Een internationale rijder, een internationale jockey, Adrie de Vries. Geweldig dat hij vandaag hier weer mee heeft gereden en ook heel erg leuk dat hij wint. Dat is zonder meer een kers op de taart, zoals we dat noemen. U heeft fantastisch gedaan. De echte foto, dat hij zwaarder komt. Dan gaan we even de foto nog nemen. Adrie, van harte gefeliciteerd. Hoe voel je je? Ja, prima. Na een overwinning altijd goed. En hoe lang duurde die race nou? Ik denk 1 minuut en 58 seconden of zo. Ben je tevreden? Ja, natuurlijk. Met zo'n overwinning mag je tevreden zijn. Wat voor paard heb jij? Wat bereid jij? Ik heb de paard een paar keer gereden deze week op stal bij John Smit. En ik kende er al uit Duitsland. Een hele leuke, dappere merrie. En ja, ze komt goed in vorm op dit moment. En komt hij hier vaker in Wassenaar? Ik woon in Den Haag. Vroeger kwam ik hier heel vaak. Ik ben denk 13 keer kampioen geweest in Nederland. Dus ik kwam vroeger heel erg vaak. De laatste tijd ietsje minder helaas. De sport, we hebben niet zoveel koersen meer op Duindicht helaas. Maar als ik in de buurt ben en er zijn koersen door de week, dan kom ik altijd graag. Er zijn nog huizen te kopen in Wassenaar. Ja, nou, we gaan op zoek. Lokale burgemeester, maar ook wethouder Schokker van Wassenaar. Rijdt u zelf paard? Nee, ik rijd zelf geen paard. Nee. En wat vind je ervan, al die paarden, jongen? Nou, ik vind het afgelopen uur dat ik hier ben geweest, het heeft een geweldige indruk gemaakt. Dus we hebben het helemaal meebeleefd, zeg maar, van het begin. Dat de paarden daar staan bij de paddel en worden gewogen. En net hebben we hier zeg maar, een hele... gewoon een wedstrijd meegemaakt. Dus een hele leuke ervaring. Heel bijzonder. Ja. Het ging best wel snel voorbij, hè? Ja, het duurde, heb ik net gehoord, 1 minuut en 58 seconden. Dus dat is niet zo lang. Nee, dat klopt. Maar goed, het was wel echt heel spannend. En wordt er nou ook gegokt op dit soort races? Ja, er wordt gegokt op deze race. Ja, ik begreep dat als je 100 euro op de winnaar had ingezet, dat je ongeveer 250 euro had teruggekregen. Dus, maar heb ik ook niet gedaan. Nee, gokken is toch netjes als met dranken, met maten. Ja, precies. Zeker, ja. Kunt u ons iets vertellen over deze renbaan? Nou ja, dit is een hele bijzondere renbaan met een hele lange geschiedenis. En we zijn hier ook als college al verschillende keren geweest. We hebben ook kennis gemaakt hier met de mensen en we hebben hier rondgekeken. En nou, ik ben ook blij dat over de toekomst wordt nagedacht van Duindicht. Ik zou het wel heel mooi vinden als dit gewoon behouden kan blijven. En misschien ook nog een beetje verder kan worden opgeknapt ook. Dat het ook voor de toekomst mooi kan worden gemaakt. Ja.